Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 26 juli. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en wolkenvelden en dikkere bewolking is in aantocht. Kunnen we goed zien op de satellietfoto, boven het Verenigd Koninkrijk is al veel bewolking aanwezig. En die bewolking die schuift geleidelijk aan onze kant op en daar krijgen we met name vanavond en vannacht mee te maken. En dat betekent ook dat er neerslag gaat vallen, want uit de bewolking valt van tijd tot tijd regen of motregen. Op de radenbeelden zien we die neerslag al vanuit het westen langzaam dichterbij komen. Maar vanmiddag blijft het in ieder geval nog droog, want de neerslag moet eerst nog de Noordzee oversteken. In de loop van de avond dus vanuit het westen de regen en ook vannacht valt er af en toe regen of motregen. Ik denk ook wel dat er nog steeds droge periodes zijn. Er is veel bewolking dan vannacht en dat betekent ook dat de temperaturen hoog blijven. Ik kom daar straks op terug. In ieder geval is het ook vanavond vrij zacht, want vanmiddag hebben we dan te maken met maxima tussen de 20 en 24 graden. Vanavond liggen de temperaturen zo rond zonsondergang tussen de 18 en 22 graden. In het westen valt dan al de eerste regen en in de loop van de avond trekt die regen geleidelijk aan verder naar het oosten. Waarschijnlijk blijft het langs de oostgrens nog tot aan de nacht droog. Vannacht is het dan regenachtig en de minima liggen dan zo rond de 17 graden. Morgenochtend dan is de regen vrijwel in het hele land verdwenen. Alleen in het oosten kan er dan nog wat regen vallen. Het is dan enige tijd droog en er zijn vrij veel wolkenvelden wezig, maar soms breekt ook de zon eventjes door. In de middag kan er dan wel lokaal weer een enkele bui vallen. Temperaturen morgen tussen de 19 en 21 graden en dan staat er ook nog een matige tot vrij krachtige wind uit westelijke richtingen. En die maakt het dan toch eigenlijk wel wat fris voor deze tijd van het jaar. Want normaal gesproken mag het wel een graad of 23 zijn. Nou, dat zit er vrijdag en in het weekende eigenlijk ook niet echt in. Alleen in het uiterste oosten en zuidoosten komt de temperatuur misschien tot de 23 graden. Elders blijft het kwiksteken over het algemeen rond de 20 graden. Het blijft ook wisselvallig, met van tijd tot tijd een bui. En met name ook op vrijdag en zaterdag staat er veel wind. Met name ook in het waddengebied kan het zaterdag stevig waaien met een krachtige, misschien wel eventjes harde wind. En dat is windkracht 7. Zo af en toe breekt ook de zon door en er zijn natuurlijk ook droge perioden. Het is niet zo dat al deze dagen compleet verregenen. Ja, en als we dan ook nog eventjes naar de temperatuur kijken op de lange termijn... dan ziet het er toch naar uit dat we het voorlopig met vrij koel cool weer moeten doen... Want ik gaf het al aan, de normale temperatuur voor deze tijd van het jaar, zo eind juli, dat is rond de 23 graden. Nou, daar blijven we eigenlijk onder. Zomerse temperaturen zitten er voorlopig nog niet in. Het weerbeeld erbij overwegend, ja, toch wel wat wisselvallig. Iedere dag kunnen er een paar buien vallen, maar de droge perioden overheersen. En van tijd tot tijd blikt ook de zon door. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.